lekker mee spelen. Mooi hoor. Voor wie is die dan? Voor Joni. Voor Joni. Zo goed? Ja, top. Waarom dan? Zij is 6 jaar. Het is een jaar, hè? Ik ga Dan gaan we nu even vieren, toch? Moet je cool. Het is een heel bijzondere dag voor Johan en Janneke Jelies. Want vandaag vieren ze de eerste verjaardag van hun 9e kind, Joni. Joni ligt nog te slapen en dat betekent dat de andere kinderen nog even de tijd hebben om wat moois te maken voor de jarige Job. Ga je ook kleurplaat maken voor Joni? Ga je ook kleuren? Ik ben heel blij dat ze 1 jaar is, maar Janneke niet. Ik denk dat de laatste misschien wel is en dan vind ik het wel een dingetje of zo, ja. Ja. Ik vind het wel lastig. Maar ik geniet heel erg van die babytijd en die kindertijd. Baby's, het is voor mij toch een beetje een dingetje. En ik heb dan altijd gezegd, als ze 1 jaar is, vanaf dan wordt het voor mij leuk. Dit vind ik ook heel mooi, maar het is wel dat je merkt van die kleine is dat baby is echt af. Ze gaat nu staan en ze gaat echt klappen en ja. Het is echt een afsluiting. Dat komt nooit weer terug. Zullen we hem hier neerleggen zo? Ja. Ja? Jou ook? Jou ook? Doe je eitje, Johan. Ja, even een eitje erbij. Lekker. Voor zaterdag. Hey, wie wil de bordje even op tafel leggen? De jarige Joni wil maar niet wakker worden. Maar de tekeningen zijn af en de rest van de familie is zo langzamerhand wel toe aan ontbijt. Kijk, dat vind ik al heel wat. Moet ik hem wakker maken? Auw, je stond heel hard op mijn teen. Wat zullen we doen? We mogen hem er ook wakker maken. Want het is al 9:30, hè? Ja. Sst. Slaap nog. Oeh. Goed onder haar armpjes. Goed zo. Die is dus zwaar, hè? Hey, Joni. Joni ligt nog steeds in haar oude, vertrouwde bedje naast Johan en Janneke, terwijl ze eerder eigenlijk al naar boven was verhuisd. Ik kom nog wel eens 's nachts en dan moet je elke keer... Nou is dat niet erg, elke keer naar boven, maar... Nou, komt hier, ik heb haar liever gewoon nog even bij me. Ja, ik geniet hier nog te veel van. Hè? Van dit lekkere meisje. Ja, we gaan. Goed zo. Lukt het of niet? Ja. Daar is ze. Bij de Jelies in Tollebeek hebben ze even geduld moeten hebben. Maar de schone slaapster, de jarige Joni, is eindelijk wakker. En dus kan het feest beginnen. Helemaal omheen kijken van wat is er. Hiep en de piep. Hoera! Hoera! Joni. Joni. Lekker beef. Qua ontbijt doen we niets aparts, maar... We hebben alleen als we met verjaardag, als ze straks ouder zijn en zelf kunnen beslissen, dan mag de jarige beslissen wat we eten. Ja, ik denk Joni. Joni kan dat nu nog niet, hè? Wat vindt Joni? Dan moeten we allemaal aan de pap. Ga je hem zelf bellen? Ja, dat kan hij. Ja, dat kan hij. Wel of één? Ja. Nou, Harry, mag jij 2 eieren? Jij mag 2. Maar nu zijn zusje 1 jaar is, wil Harry even iets belangrijks bespreken over haar naam. Moeder, bijna iedereen zegt dat je zo Joni heet. Maar eigenlijk moet het Joni zijn. Ja, dus. Ja. Joni in plaats van Joni. Ik vind het ook mooi. Ik vind Joni ook 10 keer mooi. Ik zou Joni doen. Jouw naam is al wat discussie over geweest. De eerste letter van... Tijdens de bevalling al. Nee, maar jij maakt het moeilijk. Ja, moeilijk. Jij bent de enige die op de barricade staat en wij werpen jou zo om. Zonder problemen. Het is vanaf vandaag. Dan Joni.